Het werk van het Centraal Planbureau is beperkt. Het is verstart en ook voorspelbaar. Wat mij betreft is daar geen toegevoegde waarde meer te vinden. En mag het alsjeblieft opgeheven worden. Ik kan dat denk ik heel goed uitleggen aan de hand van in ieder geval het recente rapport wat ze hebben uitgebracht over werkgelegenheidseffecten van het minimumjeugdloon. De herziening daarvan, druk in discussie nu bij het ministerie, bij de CER. Als je kijkt naar dat rapport, ja, als bachelor-scriptie kan het er niet mee door. Laat staan als een rapport wat een belangrijk effect zou moeten hebben voor 100.000 jongeren. Wat ontbreekt eraan? Dezelfde dingen eigenlijk als in het algemeen uit de literatuur. Maar even wat ze gedaan hebben, ze hebben simpelweg een paar elasticiteiten uit de literatuur gepikt die toegepast op de Nederlandse loonverdeling en klaar is Kees. Wat eraan ontbreekt is elk idee over een ondernemingsfunctie. Als je nu kijkt naar supermarkten, die zijn volop bezig om biologische producten te promoten. Als ze het minimum jeugdloon zouden afschaffen en het volwassen minimumloon zouden promoten, dat kost hun ongeveer 1% extra op de omzet. Nou, als ze dat niet kunnen als ondernemer, dan kunnen we misschien beter een ander type supermarkt kiezen, maar dat moet een makkie zijn. Dat is iets wat volkomen buiten de wereld van het CPB valt, terwijl de hele ingang van die discussie is een fairness. Mensen het niet fair vinden, betrokkenen niet fair vinden, dat ze veel lager betaald worden voor hetzelfde werk, voor dezelfde kosten die ze moeten maken om te wonen, levensonderhoud enzovoort. Dus dat ook de inkomenseffecten van dat minimumjeugdloon zoals het nu is buiten gewoon belangrijk zijn en daar zwijgt het planbureau in alle talen over. Wat zou een alternatief rapport zijn geweest? Ik denk dat je een veel diepgaander rapport zou moeten maken over de jeugdarbeidsmarkt. Die wijkt heel erg af van de meeste Europese landen, heeft bijna geen voltijd te werk. We liggen in de buurt van Griekenland en Italië na de crisis wat dat betreft. En dat heeft heel veel te maken met de verkruimeling van banen, doordat mensen nu met hele kleine baantjes en tegen het minimumloon erg aantrekkelijk zijn voor de supermarkt om het zo in te vullen. Daar moeten we veranderingen in brengen en ik denk dat dat een hele belangrijke doelstelling zou moeten zijn van enig behoorlijke rapportage aan de overheid. Je zegt CPB opheffen. Is er dit rapport dan een voorbeeld of zijn er meerdere voorbeelden? Nou, ik kan nog met gemak een ander voorbeeld uit mijn mouw schudden. Ze hebben net ook een rapport over de vermogensongelijkheid uitgebracht uit eigenaarbeweging. Nou, daar doen ze twee dingen in. Ze zeggen we moeten pensioen bijtellen. Heeft Koen Kaminade en anderen al lang gedaan, dus dat heeft het geen toegevoegde waarde. Daarnaast zeggen ze ja, als we de huizenprijzen gelijk hadden gehouden als in 2006, dan was de vermogensongelijkheid helemaal niet zo toegenomen, nauwelijks. Ja, dat is wel een hele buitengewoon makkelijke manier van doen. Die gaat volledig voorbij aan dat het huizenbezit en de huizenprijzen volledig onderdeel zijn van de financialisering. Die heeft geleid tot de crisis van 2008. En bovendien doen ze net alsof je de prijzen gelijk houdt of dan de schulden niet zouden zijn toegenomen, terwijl die sowieso, dat heb ik vorig jaar op mijn Judith al laten zien, voor de laagste 90% nog met 100 miljard en 200.000 hypotheken zijn toegenomen sinds 2008. Nou, dat stop je niet, is niet gestopt en dat kan alleen maar drastischer zijn geweest als de prijzen niet veranderd zijn. Dus ook in techniek vind ik dat rapport onvoldoende. Maar ik zie ook helemaal niet wat de toegevoegde waarde is voor het debat in Nederland. Ja, het is interessant om weer een rapportje te lezen over vermogensongelijkheid. Het interesseert mij buitengewoon. Over de data ook iets geleerd. Maar verder is dat niet een planbureau waardig wat mij betreft om in Nederland aandacht voor dat probleem te vragen. Denk je dat het een incident is of dat het structureel is? Nee, ik denk dat dat structureel is. Er is algemeen idee dat ze te veel met modellen bezig zijn. Maar dat komt ook door de veel bredere denkwijze die eigenlijk op een achterhaald, verstart soort economiebedrijven gebaseerd is. Dat noemde ik al in het begin. Dus het is beperkt waar je naar kijkt. Alleen naar geld eigenlijk en de baantjes, dat is alles. Je neemt niet de bredere context in aanmerking. En
ook niet breder gedrag. Dus wat ik zeg, van je kijkt naar de omzet van die supermarkt, kijk naar wat de klanten, maar hoe daar een draagvlak is voor dat soort dingen, dat valt er allemaal voorkomen buiten. En ik vind dat hele ernstige tekortkomingen die ons ook tot de financiële crisis hebben gedreven, zijn soortgelijke dingen die ontsnappen aan de aandacht van het standaard economiebedrijven. En ik vind dat dat daar veel te sterk is, dat we daar vanaf moeten. Dat dat zo'n belangrijke rol in Nederland speelt.